Breda Nu. Je weet het meteen. Het is lang geleden dat ik jou gezien heb. Ja, daar ging een hele zomer over af. Er is veel gebeurd, hè? Ja, we hebben een roerige voorbereiding gehad, waar we denk ik al aardig voorboden hebben gekregen wat we begin van dit seizoen zouden gaan krijgen. We hebben volgens mij van de alle profclubs die we hebben gehad in de oefencampagne, hebben we volgens mij wel op nul gewonnen. Ja, eentje tegen onder 23. Oh ja, de jonkies van Manchester City, ja. Ja, hakken over de sloot, maar 4-3 van gewonnen. Toen wisten we eigenlijk al dat het al niet echt veel soeps ging worden met de selectie. Ja, selectie, het onderbezet op sommige plekken. En de aanwas die we hebben gekregen van City was nou ook niet echt om naar huis te schrijven. Nou, eentje is ondertussen wel weer naar huis. Oh ja, Moeris was wel een goeie, hè? Ja. Eén wedstrijd gekiept. Hij was de enige keeper die me naar de nul heeft meegehouden. Dus ja, hij heeft in de voorbereiding één wedstrijd gespeeld en die ene wedstrijd tegen, volgens mij was het tegen de Excelsior of zo? Nee, de Graafschap. Ja, dat was een van die wedstrijden die we wel hebben weten te winnen. Dat is gelijk de enige 3 punten die we nog hebben, as we speak. Dat brengt ons op de laatste plaats. Dat zijn de 3 punten die ons nog enigszins aansluiting houden op de start van de Eredivisie. Ja. Dat vind ik wel, hè. Ik zit dan te kijken, met de Graafschap was dan tegen PSV natuurlijk ook, vorige week zaterdag. Dat ze in ieder geval hard ervoor knokken, weet je wel, dat ze gewoon echt ervoor gaan. Ja. Maar in die andere wedstrijden heb ik er niks van teruggezien. Ja. Nul! Nee, je kon gewoon merken ook, door die voorbereiding die zo weinig soep was. Weinig vertrouwen in elkaar, weinig vertrouwen in zichzelf. Je ziet dat het hele team niet kan terugvallen op automatisme en vastigheden. En dat ze ook niet meer, dat ze heel gelijk radeloos zijn op het moment dat ze op een achterstand komen. Ze kunnen nergens meer op terugvallen. Ze weten niet meer van elkaar of dat ze naar vooruit of achteruit gaan. Of dat ze gaan consolideren. Of dat ze vooruit gaan voetballen om toch maar van het doelpunt te gaan. Dan heb je ook nog een trainer van de Gaag die weet volgens mij ook niet helemaal waar die ze moet zetten. Ja, nou ja, het is de ene keer. Hij weet ook niet precies wat hij van zijn spelers kan verwachten. Dus het strijdplan is goed, dat zegt tevreden de hele tijd ook. Maar ja, het strijdplan is goed, dat ik echt niet aan het trainen. Die geeft ons duidelijke instructies mee. Het is aan ons om die afspraken na te komen. En dan laten we er heel wat boven gewoon continu na. Maar op het moment, we hebben na die wedstrijd RKC verloren. Een bekerwedstrijd. Nou ja, daar ging natuurlijk een open ellende nog aan vooraf. Een VVV, ook grote deceptie. Kansloos stellen. In de laatste minuut eerst kwam een goal, had ik gezien. Ja, dan heb je 71% balbezit, maar je koopt er helemaal niks voor. Een beetje maatgevend, een beetje kenmerkend voor het NAC van nu. Maar de ommekeer, waar je net al zei tegen PSV. Als ze de noodzaak voelen en ze zijn geprikkeld door iedereen die zegt dat ze geen kwaliteit bevatten, dan gaan ze ervoor en ze laten het zien. En dat was ook wel de testwedstrijd, ook voor het publiek, hè, om erachter te laten zien van joh, laat het nou zien. En dan kunnen wij ook laten zien, als je dit laat zien, dan staan wij ook achter. Dan weet je ook waar je alles hebt als supporters. Oh man, echt fantastisch uit. Nou ja, dus ze verdienen het ook, hè? Ja, zeker. Qua inzet ik er werk. Het kwam er heel goed uit. En wat er voor nodig was, Smulders eruit, hè? Ja. Smulders vooruit. Dat was een beetje de aanleiding voor het hele gang. Nou, ik snap het ergens wel. Want hij is natuurlijk wel degene die eigenlijk de cultuur van NAC helemaal omgegooid heeft. Door geen jongens in Nederland te maken of geen eigen jeugd in te brengen. Maar meer gasten van City te halen. Ja, klopt. Het is een heel bijzonder plan. Het is een plan wat je niet vaak ziet in Nederland. Met zo'n samenwerking met City. En waar is het aan te wijten? Misschien zijn we te afhankelijk geworden van City, de inbreng. Het ene jaar pakt het goed uit, het andere jaar pakt het slecht uit. Hebben ze te veel op gekocht? Ik vind ook wel dat het is zonde, het is nooit de beste keuze om de technisch directeur eruit te gooien. Ja, het zit er voor de lange termijn. Hè? En er wordt weer op emotie wordt er iets bepaald. Maar ik heb ook wel begrepen dat hij wel een beetje zijn eigen graf heeft gegraven door handreikingen vanuit de financiers in de wind te slaan en te zeggen heel, heel stug bij zijn plan te blijven. Ja, dan moet het ook echt gelijk uitbetalen. Dat is gewoon niet gelukt. En toen, wat wel zonde is dat Goedé mee is gegaan. Ja, wel goed hoor dat hij solidair verklaart, maar ja, zonde. Vergeet niet, hij heeft wel ons naar
categorie 1 gebracht. Ja, hij heeft het ook niet historisch weer helemaal op orde gebracht. En ja, ik weet, 5,5 jaar geleden is hij aangesteld. En je ziet het ook gewoon aan hem. Hij is ook al 20 jaar ouder geworden. Hè. Dat doet zo'n club met je. Ja. En ik snap zijn beslissing wel. En dat is gewoon maatloos respect in heel Breda voor wat hij gepresteerd heeft. Hij had toen gezegd van, ja, een jaartje langer had ik het niet getrokken, hè, zei hij. Nee, dat hij gezegd, nee, nu nog zo'n crisis, want dat kan gewoon niet lukken. Dat wou weer niet lukken. Maar wat denk je van Mitchell Tevreden? Nee, ik hoop dat hij vragen makkelijker beantwoordt dan wat hij doet. Ja. Sorry Mitchell. Zullen we eens even kijken wat hij even antwoorden heeft? Hele goeie, ik ben benieuwd. Goedemiddag, leuk dat je kijkt naar Avondje NAC. Ik sta hier met Mitchell Tevreden in Zundert en wij hebben een paar leuke vragen voor hem om te beantwoorden. Nou Mitchell, pak maar een kaartje en dan kan je maar mij geven en dan staat de vraag op en die kan je dan beantwoorden. De eerste vraag, een spectaculaire 4-4 waarin je zelf een hattrick maakt of een saaie 1-0 overwinning? Een spectaculaire 4-4. En waarom? Ja, is toch mooi. Als je dan een goede reeks hebt neergezet en er zit zo'n wedstrijd tussen waarin je toch 3 keer mag scoren, dan kies ik daarvoor. Het ligt een beetje aan de stand van het team zelf. Maar als het goed gaat, dan mag ik wel een keer die 4-4. En zelf een hattrick pakken is altijd ook wel lekker. Ja, dat is leuk. Ja, precies. Daarom. Oké, de volgende kies maar weer uit. Een open dag of een serieus potje voetballen? Serieus potje voetballen. Ik begrijp natuurlijk dat dat de open dag ook iets heel leuks is voor de mensen. Maar ik denk dat een serieus potje voetballen, dat de mensen daar ook meer naartoe leven. Ja. En ik ook. En het is misschien ook wel voor supporters nog leuker om een mooie pot te zien dan jullie. Op een open dag is ook leuk, maar een echte goede pot, dat is eigenlijk wat supporters wel willen. Ja, dus dat is misschien daarom, precies daarom. Ja. Dat hebben ze liever te bieden inderdaad. Oké, top. En nog eentje. Gewoon nu gewoon het krijgen. Nu ben ik benieuwd. Pizza of friet? Ik denk een pizzatje. En waarom? Ja, gewoon een gezellige pizzatje met de familie is af en toe. Of na de wedstrijd. Ja. Dat is wel lekker. Voor de rest. Wat is je lievelingspizza? Ik hou van heel simpel, gewoon margarita. Maar ik eet het eigenlijk heel weinig. Maar als ik een keer een pizza heb, vind ik makkelijk. Ja, want kan je nou wel vaak iets eten zoals pizza als profvoetballer zijn? Of, als je een hele wedstrijd hebt gespeeld, is het wel lekker om een vette hapje te eten. Ja. En dat kan ook gewoon van de trainer voor. Tuurlijk. Oké, mooi. We zijn zo bij weer terug met weer wat nieuwe vragen. We zijn aangekomen op een bekende locatie langs de Haagweg. Een locatie waar veel NAC-supporters waarschijnlijk hun NAC-attribuut ooit eens een keer aangeschaft hebben. Het is de winkel van NAC-supporter Marc Benoit. Waar is het allemaal begonnen? Ja, eigenlijk in de Beatrixstraat. Nou ja, goed, de winkel van mij is begonnen natuurlijk hier in Breda. Ik heb de zaak van mijn vader overgenomen. En dat is 1985 gebeurd. Hè. Dus de derde generatie eigenlijk. Mijn opa is tot 62 doorgegaan. Heeft mijn vader het overgenomen. Ja, daarna ben ik in de kantoorartikelen gehandeld. En op een gegeven moment is daar de NAC-artikelen bijgekomen in 88, toen Nederland Europees kampioen werd. Ja, je bent van oudsher natuurlijk ook een NAC supporter. Hè? Wat zijn jouw eerste herinneringen? Ja, dat is in het oude stadion. Hè? De echte wedstrijden die op zaterdagavond gespeeld werden. Door de modder als het regende. Ook het NAC Feyenoord. De containers op de zondagmiddag. De hele Beatrix afgesloten was. Ja, dat zijn wel leuke momenten geweest, ja. Spannende momenten, zeg. Ja, we zien in jouw winkel heel veel, een heel breed assortiment. Misschien wel breder dan in de officiële NAC fanshop. Ja, ik koop al jaren, mag ik en kan ik de oude collecties opkopen. En daardoor is het assortiment veel breder dan bij het stadion. Dan willen ze wat exclusiviteit uitstralen, waardoor dat het allemaal toch wat het nieuwe moet zichtbaar zijn. En bij mij maakt het niet uit, ik hang alles ertussen en nieuw, wat ouder en alles verkoopt. Dat is geen probleem. Ja, het is hier bijna een klein NAC-museum, maar als je al de oude logo's bekijkt, wat kun je een heel bijzonder attribuut noemen?
Ja, god, wat ik niet meer heb, maar wat toen heel goed verkocht, dan verkocht je, dus toen Pierre van Hooijdonk naar Celtic ging, en de sjaal die toen hadden, van Hooijdonk, Celtic, NAC, ja, dat is gewoon, die verkocht ik in een week tijd misschien honderden. En dat is voor zo'n klein winkeltje natuurlijk heel erg veel, maar dat is dan een gewild artikel. Maar verder loopt eigenlijk alles wel door. Alleen als er echt nieuwe dingetjes gebeuren, NAC promoveert, yeah, of degradeert, dan komt er een nieuw item en dan... Dan heb je in een korte tijd veel verkoop. Waar gaan NAC dit seizoen ongeveer eindigen? Gaan we het redden? Ja, ik denk... ik denk niet. Ik hoop natuurlijk dat we het redden. Want we zijn allemaal bezig met een meerjarenplan. Maar je moet wel in de Eredivisie blijven om dat te kunnen bereiken. Hè? We kunnen het stadion wel uitbreiden, kunnen wel dingen doen. Maar echt, het moet wel Eredivisie blijven. En ik denk dat dat nou wel een prioriteit moet gaan krijgen. Ga je zelf ook nog een speciale sjaal laten maken als we het gaan redden? Nee. nee, dat laat ik aan NAC zelf over. Dat komt helemaal goed. We zijn weer terug bij Mitchell Tevreden en we hebben nog 2 à 3 vragen voor hem. Dus Mitchell, pak hem maar één. Maar hij snapt het niet. Hij begrijpt niet. Ik kan het. Jouw favoriete videoanalist, Roderick van der Ham of René Mioch? Engelse pitch up. Roderick. En waarom Roderick? Roderick is... denk ik een stapje verder en die doet het wat beter op het moment. Want wat heb je te zeggen over René Mioch? Ja, die is soms een beetje, raakt hij in de war. Maar nee, uiteindelijk doet ze het allebei goed, maar Roderick doet het altijd ons. Oké, ja, top. Kies er nog maar één. Oh, dit is wel een beetje een lastige, denk ik die. Bij NAC op de bank of bij Willem II in de basis? Bij NAC op de bank. Ja, daar hoeven we geen discussie over. Nee, dat dacht ik al. Nog eentje doen. Laatste. De winnende assist geven of zelf een doelpunt maken? Zelf een doelpunt maken, waardoor we winnen. Waardoor je wint, ja. Oké. Okay. Ja. En als het niet de winnende zou zijn, of gewoon over het algemeen, zou je dan liever een assist geven of een doelpunt? Als we achter staan, dan heb ik liever de, of gelijk staan, heb ik liever de winnende assist natuurlijk, omdat je wil winnen. Maar als we voor staan, dan score ik liever zelf. Ja, spits, jij als spits zijn, ja, logisch, logisch. Maar een assist is ook wel leuk, voor je teamgenoten. Je leeft als spits voor doelpunten. Ja. Assist is, als het belangrijk is, is het leuk, maar je wordt afgerekend op je doelpunten. Oké, okay, ja, top. Oké, leuk dat je keek. En volgende week zijn we weer bij met een nieuwe speler. Bedankt voor het kijken. Voordat wij even vooruit gaan blikken, ik heb wel iets van een hele mooie actie voor jullie voorbij zien komen. Ja, een single. Als het op het veld geen feest maken, dan doen we het zelf wel. Hè? Bootje varen. Wij gaan de single in. Natuurlijk een mooie parodie op Hij gaat de single in. We gingen ook daadwerkelijk een scheids de single in. Ja, dat zijn mooie tafereelen. Max Sport staat er wel een beetje bekend om. Hè? De randzaken zijn bijna belangrijker dan de hoofdzaak voetbal. Er staat ook al, wat ook gevaarlijk is, hè? Hoe groter de voorpret, hoe slechter de wedstrijd. Dat heb ik ook wel gezien bij Fortuna Sittard. Nou ja. Maar goed, ja, we hebben lol gehad. We proberen de komende maand ook snel een beetje lol te hebben. Utrecht komt er al, hè? Oh ja. Ja. Utrecht. Vrijdagavond zelfs. Vrijdagavond. Ik denk als we dit uitzenden, dan... Heeft NAC gewonnen. We staan op 6 punten. Ja, dan 2 weken na is het nummer 2 thuis. Dat zijn 3 puntjes natuurlijk. Zo'n belangrijke maand is dit. We hopen dat die wedstrijd tegen PSV zoveel heeft, goed gevoel heeft, goed vertrouwen heeft vastgehouden. Dat het ook echt weer een team is waar we ook tegen PSV hebben gezien. Ja. En deze maand kunnen we dus 9 punten halen. Heracles. Het is geen slechte partij, hè? Maar tegen Emmen was het dus niet best, hoor. Nee. Nee, klopt. Daar zijn wel mogelijkheden. En Willem II, zelfs Willem II kan ook verliezen, hè, van de Graafschap. Ja. Dat staat tegen man natuurlijk, dat kan nu wel. Dat staat er tegenover. Maar hele belangrijke wedstrijden zijn dat tegen Willem II wil je niet afgaan. Maar we zijn niet in goede doen. Maar laten we hopen dat we echt een goed gevoel hebben overgehouden aan PSV. Dat de ommekeer laat zijn. En dat ze nog steeds die bewijsdrang hebben die ze tegen PSV laten zien. Even trouwens toen nog even snel tussendoor, even op PSV. 100% penalty toch? Zeker. Ik weet niet wat voor regels ze nou bij de KNVB hebben verzonnen, maar als je hands hebt, ook al door het knulliks, en je hebt er voordeel van,
dan is het gewoon een penalty. Ja, pakt hem dan niet eens een keeper vast hoor. Ja, je laat hem prongelijk op je borst sluiten. En als je hem daarna maar op je, met je hand zo verder stuurt of zo, dan is het prima penalty. Ja, dat is een prima handsbal, dan mag het of zo. En weet je wat het ergste bij dat idee? Oké, die scheidsrechter die niet helemaal goed ziet of niet helemaal goed beoordeeld, oké. Ja. Maar dan heb je nog een paar van die cirkeltjes zitten. Ja, dat is zo'n zo'n videoschermpje. Ja. Zo'n VAR die in alle rust dan zo'n situatie kan beoordelen en dan nog de verkeerde beoordeling maakt. Ja, het is heel bizar. Het is wel Let me op, andersom was het wel gebeurd, PSV NAC 0-1. Ja. Laatste minuut, PSV had hem gegeven. Hè? Ja, zeker. Ja, daar zijn we wel van overtuigd, onder die druk bereiken ze. Ja, het blijft menselijk handelen altijd. En dat soort dingen blijven dan niet uit te sluiten. Ach ja, joh, we blijven positief, we blijven hopen op betere tijden. Ja. En we zien naar PSV ook weer perspectief. Dus laten we maar even proosten op een goede maand. En we kunnen het van de supporters, dat zal niet liggen. Dat zal niet liggen. Breda nu. Je weet het meteen.